Gerechtelijke bewaring is een conservatoire maatregel die naast het bieden van zekerheidstelling van recht ertoe strekt verwaarlozing en tenietgaan van de zaak te voorkomen. Een gerechtelijk bewaarder heeft de plicht in onafhankelijkheid jegens de betrokken partijen als een goed huisvader voor het in gerechtelijke bewaring gestelde goed te zorgen. Bewaring begint met het kopiëren van de in beslag genomen bescheiden. Deze bescheiden bestaan doorgaans uit papieren documenten en digitale bestanden. Het kopiëren van het bewijsmateriaal is geen kwestie van een stapel papieren die klakkeloos door een kopieermachine worden gehaald, of een bestand dat vanaf een computer met de rechtermuisknop wordt gekopieerd naar een externe harddisk. Dit moet zorgvuldig gebeuren en kost dus tijd. Als voorbeeld, hoe wordt nu de inhoud van een ordner gekopieerd? Zoals eerder gezegd is dit geen kwestie van de stapel eruit nemen en die automatisch door de kopieermachine laten kopiëren. Op de papieren documenten bevinden zich vaak geschreven teksten in de kantlijn of geeltjes die over de tekst zijn heen geplakt met daarop teksten die van belang kunnen zijn bij de bewijsvoering. Bijvoorbeeld een tekst die een vorm van opzet suggereert. Van een soortgelijk document wordt een kopie gemaakt van de tekst met en zonder het geeltje. Kopiëren wordt dus gedaan op documentniveau en met de focus van een onderzoeker. Het kopiëren van digitale bescheiden moet volgens ons aan een aantal voorwaarden voldoen om de integriteit van de informatie te waarborgen. Een van die voorwaarden is dat de informatie die wordt gekopieerd wordt voorzien van een zogenaamde checksum, ofwel een soort controlegetal. Dit garandeert dat er geen informatie verwijderd dan wel toegevoegd kan worden. Noem het maar een soort digitale verzegeling. In de geest van het rechtsbeginsel Equality of Arms worden van alle digitale bestanden maar liefst 3 kopieën gemaakt. 1 kopie gaat terug naar de beslagene samen met de originele schijven, zodat deze precies weet welke bescheiden zich onder de gerechtelijke bewaring bevinden. De 2 overige kopieën worden op 2 van elkaar gescheiden plaatsen onder de gerechtelijk bewaarder opgeborgen. Er is een gecodeerd archiveringssysteem opgezet voor de bewaring van dit soort bescheiden in ons pand. Hoe een bewaring moet worden uitgevoerd is afhankelijk van het belang dat het bewijs vertegenwoordigt. Het belang van het bewijs dat de beslaglegger in het geding wil brengen is meestal groot. De bewijsstukken vertegenwoordigen soms een waarde van meerdere miljoenen. Wij hebben een zorgplicht over deze bewijsstukken ten aanzien van onze opdrachtgever, de toewijzende rechter en de beslagene. Waar moet een veilige bewaarplaats volgens ons in beginsel aan voldoen? Dat is bescherming tegen calamiteiten zoals brand, inbraak, overstroming, etc. Maar uiteraard ook bescherming van de bewijsstukken tegen ongeoorloofde kennisneming. Zo is bedrijfspand van Riscon uiteraard niet zonder toestemming toegankelijk en rondom voorzien van camerabewaking, terreindetectie en een elektronisch alarmsysteem. Kortom, de uitvoering van het beslag en de bewaring is bij ons in goede handen.